Lieve mensen, VVV verloor met 13-0 van Ajax. En ik als echte liefhebber van het spelletje, nog steeds deze bekeuring niet betaald. Ik als echte liefhebber van het spelletje vind dat natuurlijk verschrikkelijk. En weet je wat ik vooral verschrikkelijk vind? Die Onana. Shoutout naar VVV Venlo voor het uploaden van die video. Want je weet, er staat hier ook wel een stelletje baas. En verliezen met 13-0 is nog de samenvatting uploaden. En je krijgt veel kritiek over je heen, maar dat is wel mediabeleid. Ook in slechte tijden laat je wat van je horen. Net zoals ik. Ik heb mijn weekendlief verkloot. En ik ga niet mijn potjes laten zien, want het is heel erg slecht gegaan. Maar dat maakt verder niet uit. Mens, ik heb heel veel respect voor VVV Venlo. Want zij pleuren het online en zijn met 13-0 verloren. Vooral met Van Crooy. En wat kan je doen voor mensen die het in deze tijd wat lastig hebben? Ik ga VVV Venlo gaan we toch even laten zien dat ze daadwerkelijk wel kunnen voetballen. Doe duimpje omhoog op deze video, zou ik heel erg waarderen. En dit is de selectie van VVV. En hiermee gaan we spelen. De bank, mensen die op dit moment niet goed genoeg zijn, zijn Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Kante vooraan. De rest wordt een Ziyech. We hebben ook Ferdinand, Seedorf en Vieira verkocht. Willen jullie dat we volledig in La Cucas gaan investeren? Laat dat even weten in de comments. En druk de duimpje omhoog. Bij 10.000 likes kom ik weer 500 La Cucas. Wij gaan even een potje spelen met VVV Venlo. In een linkje hier beneden staat Discord. Voeg me even toe op Discord, want ik word helemaal doodgespamd met vragen van: hey jongens, zullen we even lekker OnlyFans? Ik moet stoppen met OnlyFans. Ik zit alleen maar met Emily Mo. Wat heb je nodig voordat je eerst even een potje? Juist, Sierra. Check you, ja. No spawn. Wat lekker! Ik ga laten zien dat ik mijn VVV Venlo een potje kan winnen. Abonneer is niet gedaan, dat blijf je mogelijk heel erg waarderen. En wij gaan gewoon beginnen. Vooral Van Crooy. Daar heb ik echt heel veel vertrouwen in. Deze man, natuurlijk, gaat het doen voor ons. Die ook niet te onderscheiden of niet te onderschatten is, is iemand die sneller is. Je kan, ik denk dat hij niet kan, maar sneller is dan Michel Breuer. Het is Swinkels. Roemer, Lindhorst en Koric van Crooy. Opnieuw Van Crooy, de gebroeders. Ze doen uiteraard mee. En dan hebben we hier nog Arias en Giak Mukokwakis. In ieder geval, hele leuke namen. Ik heb er nog even twee pakketten die ik even snel kan openen. En dan kunnen we heel snel doorheen gaan, want zijn ze kut? Zijn ze goed, dan kunnen we heel snel erheen hoor mensen. En even voor de duidelijkheid, we zitten met de Vision Rivals, zitten we momenteel op 21-51. Dat betekent dat ik een potje ga winnen met VVV Venlo. Mensen, als we een potje winnen met VVV Venlo, weet ik het goed gemaakt, dan krijgt iemand in de comments, echt oprecht, dan krijgt iemand in de comments, krijgt gewoon van mij 20 euro. Krijgt iemand in de comments van mij 20 euro als wij überhaupt een doelpunt maken. Winnen, dat gaat niet gebeuren. We moeten een doelpunt maken. Mensen, daar gaan we. Wie wordt onze tegenstander? Abonneer, lieve mensen, doe je duimpje omhoog. Dit is echt Jack Worthy Twitch. Ik ga me niet afleiden. Wij hebben een beter team op dit moment. Wij moeten gewoon onze focus houden en dan denk ik dat wij kunnen winnen. Wij moeten onze focus behouden. Hij weet het niet meer. Sterker nog, hij weet het niet meer. Moet je kijken. Daar gaan we. Het was bijna de kans. Het was bijna de kans. Kijk, mensen. Dit komt goed. Bij 20.000 likes gaan we met VVV de Weekend League spelen. Dat zou op zich wel vet zijn. Zullen we dat doen, lieve mensen? Oh mijn god. Zullen we dat doen? Holy... Oh, oh, oh. Eerst moet even dit winnen. Eerst moet even dit winnen. Van Crooy op goal. Van Crooy op goal. Van Crooy op goal. Swinkels. Kijk even naar die bal. Even herhaling voor die bal. Kijk wat die bal doet. Dit kan toch niet? Dit is allemaal weer delay. Alleen maar... Oh, Swinkels doe je lekker, jongen. Hey. Misschien moet ik die Swinkels even in de basis zetten, lieve mensen. Swinkels! Goed. Ja, Kamukovic. Swinkels, daar gaat hij. Swinkels! Oh, dat is Lindhorst. Daar gaat hij. In het midden. Oh, daar gaat hij. Oh mijn god, dan kan je zo'n bal geven. Mensen, ik heb het gevoel dat jullie willen dat we met VVV Venlo de Weekend League gaan spelen. Oh, ja, dit is toch een beetje onze... Jezus. Van Crooy! Van Crooy! Dit is Van Crooy, lieve mensen. Die is zo goed, hè. Die is zo goed, die Van Crooy. Goed. Ik heb een lintworm. Dat zijn soms vervelende ballen. Want je merkt dat je soms niet altijd eventjes beter... Oh, Swinkels. Ronaldo. Dit is een goede bal. Dit is een goede bal. Wat is dit? Swinkels! Oh mijn god, die Swinkels! Ik denk dat hij beter is dan Ferdinand. Swinkels. Die Swinkels, ik zweer het. Dat is de beste verdediger op het spel. Dat is niet normaal. Zie je, die 13-0, dat zegt helemaal niks, mensen. Die 13-0, dat was gewoon een incidentje. VVV is kampioenskandidaat. Swinkels! Swinkels! Van Crooy! Oh. Kom op, het is geen 0-13. Dit kan nog. Hij heeft een half uur voor gehouden. Kom op. Nee. Zie je. Lekker Van Crooy. Lekker Van Crooy. Oh my god. Op Swinkels. Goeie bal. Swinkels, bal rol. Boven zijn ruimte. Ga eens door dan. Oh, dat is geen goede bal. Maar dit is mijn schuld. Dit is absoluut mijn schuld. Het talent zit wel in de spelers, maar het talent zit niet in mij. Van Crooy. Oh my god. Altijd als je tegen mij zou zeggen, Frank.
Als de grootheden Swinkels en Cristiano Ronaldo tegenover elkaar staan, wat gebeurt er dan? Nou, dan had ik altijd gezegd Swinkels. Mensen, ik zweer het zit gewoon tegen. En de scheids zit ook tegen. Mensen, het zit tegen. Geen probleem. We kunnen het alsnog. Het kan alsnog. Het kan alsnog. Er is niks aan de hand. Ik ga laten zien dat VVV een kampioenskandidaat is. Ondanks die 0-13. Ja, Swinkels, jij bent sneller dan de Belen. Swinkels, blijf bij Ronaldo. Swinkels, blijf bij Ronaldo. Swinkels, blijf... Dat is buitenspel. Dat is buitenspel. Dat is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Oh, fuck. Mag er niet in. Oh. Oh, Swinkels. Los het maar weer op. Hij weet het niet meer. Will he find the net? Wat een aanname. Wat een aanname. Wat een kut aanname. Wat een kut aanname. Swinkels. Swinkels. Wat is dit allemaal? We gaan het nog één keer proberen. Ik wil laten zien dat VVV Venlo tegen Ajax een incident was. Dat VVV veel meer kan dan dit. Ik ga het nog één keer proberen. Money FC. Dit team is gewoon duurder dan mijn eigen team. Kut, sorry. Hou de focus. Hou de focus, hou de focus, hou de focus. Hou de focus. Hou Swinkels in de gaten. Hou Swinkels in de gaten. Goed. Advantage in operation. Van Krooi! Dit is niet wat je wil. Maar mensen, ik zweer het. Let maar op. Kijk hier. We kunnen wel degelijk ballen hoor. Swinkels. Jij bent sneller dan Ronaldo. En je bent sneller dan Mbappé. Swinkels. Goed. Dat misten we nog tegen... Godsamme, zo'n bal. Die moet dan erin. Mensen, wij gaan die goal maken. Wij gaan die goal maken. Ik zweer het. Wij gaan die goal maken. Ik ga laten zien dat VVV niet zo slecht is als jullie denken dat ze zijn. Oké, goed. Pachonk. Maar Swinkels! Dat is een goal! Dat is een goal! Dit is precies waar we het over hebben, jongen. Dit is precies waar we het over hebben. Hij weet het niet meer, hij is kwijt. Hij is kwijt! Hij is kwijt! Hij is het kwijt! Hij is het kwijt! Oh my god! Oh my god! We hebben gewonnen met VVV! Ik wil niks in de comments horen. Ik wil niks in de comments horen. Van ah, hij is geliefd. En hij maakte toevallig één eigen doelpunt. Nee. Ja, eigenlijk wat ze altijd zeggen. Op je hoogtepunt stoppen. Maar ik vind wel dat een van mijn abonnees wel iets heeft verdiend. Ik ga wel iets leuks doen voor een van mijn abonnees. Op je hoogtepunt stoppen. Zouden we eigenlijk moeten doen. Met 15.000 likes gaan we spelen met VVV Venlo in de Weekend League. Maar wij gaan nog één potje. En dit is niet zomaar een potje. Dit is winnende doelpunt. Swinkels, kijk. Dit is Swinkels. Bam. Huppakee. Stomen. Dat is lekker. Boom. Swinkels. Swinkels. Swinkels! Alsjeblieft, heb gedaan, alsjeblieft! Maar dit is gemeen, dit is gemeen. Swinkels was weg. Oké, nog één potje dan. Nog één potje, winnende doelpunt. Nu telt winnende doelpunt. Dat is geen pingel. Dat is geen pingel. Oké, okay, yeah. Van Krooi heeft geoefend tegen Huntelaar. Van Krooi heeft geoefend tegen Huntelaar. We hebben niks te vrezen. Kom op. Kom op. Je weet waar die gaat. Je weet waar die gaat. Je weet in het midden. En dat is allemaal de ja-uitstraling. Dat is allemaal de ja-uitstraling van Krooi. Lekker. Come on. Nee. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat... Dit is ongelooflijk. Hoezo? Hoezo is dat jouw... Hoezo is dat jouw aanname? Van Krooi. Doe het dan! Oh. Oh god, staan we onder... Swinkels, dit is jouw moment. Swinkels. 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 En nog eens Swinkels. Leuk dat je dan zo'n video maakt dat je eigenlijk denkt van... Hey, ik kan op dit moment kan ik helemaal geen... Ik heb Furnet verkocht, wie moet vervangen worden? Dat je dan achter zo'n video dat je dan je nieuwe centrale verdediger. En dat is eigenlijk al waardig genoeg. Winnende doelpunt. Als je nu nog scoort, dan is het voorbij. En dan kan ik met opgeheven hoofd, maar kan ik zeggen... Swinkels is mijn nieuwe centrale verdediger. Ja. Je vergeet één ding, je moet nog langs Swinkels. Weet je, als het zo moet, hoeft het van mij nog ineens. Lieve mensen, ik heb een nieuwe centrale verdediger gekocht. Ik wil toch even laten zien dat VVV niet zo slecht is. Als ze waren afgelopen weekend. VVV is een topplug. Shout out de VVV. Ik kan hem ineens niet gedaan hebben. Duimpje omhoog, zou ik weer waarderen. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen. Ciao.